Welkom bij het RTV Arnhem Nieuws van maandag 23 september. Met daarin onder andere het nieuwe gebouw van het Gelders Archief is geopend door prinses Margriet. En het Arnhemse project Together is genomineerd voor een landelijke prijs. Goedenavond en nogmaals welkom bij het RTV Arnhem Nieuws. De collectieve kluswoningen in Sint Maarten zijn inmiddels allemaal verkocht. En dit zijn woningen die gezamenlijk opgeknapt worden. Een aannemer zorgt ervoor dat de gevel en het dak in orde komen en de koper zorgt voor de rest. En deze woningen zijn relatief goedkoop en als je een goede klusser bent, kan dat wel aardig wat geld opleveren in vergelijking met een gewoon huis. Er zijn nog wel individuele kluswoningen te koop en daar moeten de eigenaren alles zelf doen. De woningen gaan minder snel omdat het moeilijker is om er doorheen te kijken. De kosten voor het opknappen van een woning zijn nu eenmaal makkelijker in te schatten als de gevel en het dak in orde zijn. In 2012 heeft de gemeenteraad vastgesteld dat er maximaal 21 koopzondagen per jaar mogen zijn. De Mediamarkt houdt zich daar niet aan en is iedere zondag open. Ik doe wat de mensen willen, zo zegt de directeur. Mensen willen op zondag winkelen en als dat niet in Arnhem kan, gaan ze naar een andere stad. Dat kan toch niet de bedoeling zijn, vinden ook D66 en de VVD. Er moet snel een debat komen over de limiet die gemeente Arnhem stelt aan de koopzondagen. Waarom zouden we dit niet aan de ondernemers zelf overlaten? In de buurgemeente Renkum is dat zo. GroenLinks en bij het monument in de Berenkuil op het Erbornplein in Arnhem is vrijdagavond onder grote belangstelling de jaarlijkse herdenking van het laatste deel van de operatie Market Garden gehouden. Onze nieuwe burgemeester Keizer, Engelse en Poolse veteranen waren er natuurlijk bij en hebben allen een krans gelegd. Ook waren er vertegenwoordigers van de Arnhemse partnerstad Gera. Het was een mooie, ingetogen bijeenkomst waarbij het Erbornplein en de John Vosbrug voor verkeer afgesloten waren. Aan de herdenking ging een indrukwekkende mars van de doedelzakspelers van de Pipes and Drums of the Royal British Legion over de John Vosbrug vooraf. Het Openluchtmuseum is op zoek naar een nieuwe directeur. Jaap de Jong treedt af zodra er een opvolger is gevonden. Hij heeft bij zijn aantreding al gezegd dat hij niet langer directeur wilde zijn dan strikt noodzakelijk en dacht toen aan 1 jaar. En daar houdt hij zich aan. De andere directeur, Pieter Matthijs Gijsbers, blijft en zal zijn werkzaamheden aan de inhoud van de Nederlandse kanon, de ontwikkeling van een kennisinstituut voor erfgoed en het werven van sponsors blijven doen. Het Arnhemse project om jongeren door jongeren te laten helpen is genomineerd voor de Hein Roethoffprijs. Samen met 4 andere projecten dingen ze mee naar de hoofdprijs van 20.000 euro. Wat houdt jullie project precies in? Nou, wij coachen jongeren richting school en werk in de leeftijd van 16 tot en met 27 jaar. School en werk kan ook een combinatie zijn, BBL-plekken, stageplekken. Daarnaast worden we ook preventief ingezet om voortijdig schooluitval te bestrijden. En we zorgen ervoor door middel van coaching de jongeren te begeleiden richting school, werk en hun keuzes die ze daarbij moeten maken. Afgelopen week is er iets bekend geworden. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen? Nou, we zijn genomineerd voor de Hein Roethoffprijs. En we zijn 1 van de 5 genomineerden. Daarmee hebben we al 5.000 euro gewonnen, waar we echt heel blij mee zijn en heel vereerd dat we genomineerd zijn. En wat was jullie eerste reactie daarop? Ja, super enthousiast natuurlijk. Het is natuurlijk een hele eer dat je wordt uitgekozen uit heel veel ingezonden projecten. Dus ja, die voel je wel bijzonder natuurlijk nu. Ja. En waarom doen jullie hier aan mee? Wij doen hier aan mee omdat, wat je ziet is dat het de prijs vooral gericht is op bestrijding van criminaliteit. En je ziet ook dat die andere 4 nominaties ook directer gericht zijn op bestrijding van criminaliteit. En wat wij doen is dus eigenlijk een heel stuk ervoor. Op het moment wanneer jongeren
ontsporen of dreigen te ontsporen op zo'n belangrijk moment. Dat wij hun dan kunnen helpen bij het maken van de juiste keuze, zeg maar. Dus criminaliteit preventief tegengaan door te zorgen dat ze op het juiste pad terechtkomen. Ja, dus eigenlijk zorgen jullie ervoor dat ze, voordat ze die keuze kunnen maken, al de goede kant op gaan? Ja, dat proberen we te doen, ja. En wat houdt nou zo'n nominatie in? We zijn sowieso heel vereerd dat we genomineerd zijn. Het is voor ons heel belangrijk. Er komt natuurlijk veel bekendheid bij kijken. Dat is ook het doel van de prijs, om projecten die dat verdienen nationale bekendheid te geven. En we hopen dus dat Together positief belicht wordt en daarmee dat we ook veel meer jongeren kunnen bereiken. Krijgt ook nog wat voor zo'n nominatie? Ja, er zijn dus 5 projecten zijn genomineerd. Die hebben allemaal €5.000 gekregen, waaronder wij dus ook. En de winnaar, zeg maar, die krijgt €20.000. Ja. En wat kunnen jullie dan met zo'n bedrag van €5.000 doen? Ja, we hebben sowieso nog een training voor onze coachingvaardigheden, zeg maar, nog meer te professionaliseren. En eigenlijk het overige bedrag, ja, wie zal het zeggen, dat zal vast wel goed ten goede komen. Wanneer krijgen jullie te horen dat je daadwerkelijk ook gewonnen hebt? Nou, 28 oktober gaan we met z'n allen naar Den Haag. Oude jongerencoaches gaan ook mee. We gaan met een heel team. En dan wordt de winnaar bekendgemaakt. Vandaag ligt er een voorstel bij de gemeenteraad om grootschalige detailhandel mogelijk te maken in de Rijnhal. Zuid-Centraal is hier tegen en heeft 6500 handtekeningen verzameld. Zuid-Centraal is in het nieuws om de Rijnhal. Jullie willen iets aanbieden vanavond bij de gemeenteraad. Wat is dat? Ja, we hebben in de afgelopen periode, voor de vakantie en na de vakantie, hebben we 6500 handtekeningen opgehaald. Zowel digitaal als fysiek. En dat is op zich wel heel leuk om zo'n actie te ondernemen. Want dan zie je ook hoe belangrijk de Rijnhal is voor Arnhemmers. Maar ook voor mensen buiten Arnhem. We hadden in onze lijsten konden mensen ook hun plaats invullen. Ze komen uit Duitsland, ze komen uit Culemborg, uit Schagen. En natuurlijk het meeste uit de omringende gemeentes. Maar de mensen vinden het doodzonde. Wat is jullie plan nu met de Rijnhal? Wat willen jullie ermee? Nou, wij willen minstens dat er een onderzoek komt naar wat gaat het nou precies kosten om die Rijnhal op te knappen. En wij zeggen dat goedkope evenementjes in de middensector veel belangrijker zijn voor de mensen dan weer een koopreus erbij. We kunnen via internet alles kopen en ongetwijfeld zal Decathlon best een positieve invloed kunnen hebben op de economie van Arnhem. Maar zo'n zaak moet je bij andere winkels hebben en niet in zijn eentje bij de Rijnhal. We hebben al gezien dat Intersport niet gaat uitbreiden in Arnhem. Omdat Decathlon komt. Dus eigenlijk is het eerste slachtoffer al gevallen. En is dat per direct het bewijs dat je toch maar een beperkte markt hebt. En wat willen jullie er nu verder aan doen? Vanavond komt het regionaal detailhandelsplan van de stadsregio in de gemeenteraad. Wordt dat informatief behandeld en misschien ook meningsvormend behandeld. Wij vinden dat het sowieso veel te vroeg is om met zo'n plan te komen. Want de provincie Gelderland komt ook nog met een visie over detailhandel. Nou, dit moet je gewoon grootschalig bekijken. Want al die grote initiatieven zuigen de binnensteden leeg. Nou, dat is een heel groot probleem. Dus wij willen sowieso dat dat uitgesteld wordt en geïntegreerd wordt in die nota van de provincie. Maar wij hopen natuurlijk vanavond om onze mederaadsleden ervan te overtuigen dat die Rijnhal de moeite waard is en belangrijk is voor Arnhem. Krijgen jullie wat steun van andere partijen hierin? Dat ligt best wel heel erg moeilijk. PvdA heeft er wel oren naar, zeker naar zo'n onderzoek. Maar verder reageert men buitengewoon lauw. En begrijpen wij niet, want wij hebben iets van ja, de Rijnhal is Arnhem. En het is zo verbonden met elkaar. Zoveel mensen gaan naar de beurzen hier en de evenementen hier. Ja, wij begrijpen daar niets van. Je zou het moeten willen behouden, toch, als stad? Dat moet je willen behouden en we vinden dat Arnhem evenementenstad moet zijn. Maar de Rijnhal evenementen, dat kunnen we zo opdoeken. En er is nergens anders in Arnhem plaats voor evenementen op deze schaal. Die middenschaal, dat is onderzocht. En het is duidelijk dat de Rijnhal een hele goedkope, goede locatie is. Mensen kunnen er ook gratis parkeren. Dus wij snappen wel waarom Decathlon de Rijnhal wil hebben. Maar we leggen wel heel veel geld toe. Kaartje voor de Schouwburg.
de Modi Biennale. Maar voor de mensen die gewoon met een kleine beurs hier wat willen komen doen, dat gaan we afschaffen. Dus de mensen die het slecht hebben, krijgen het alleen maar nog slechter in Arnhem als de Rijn al weg is, denkt u? Nou, dat is duidelijk. En we hebben ook al jaren gepraat over om iets in Zuid te doen. Centrumfunctie in Zuid. Wij zeggen, hou die Rijnhal hier met zijn evenementen. Ga de horeca aan toevoegen. En zorg ervoor dat er nou eens een leuk terrasje komt hier in Arnhem-Zuid. In plaats van die hele grote, kale, lege steenwoestenij hier. Daar is heel veel mee te doen. Wat dat betreft, als er niks te doen, is het een trieste aanblik. Het is een trieste aanblik, maar ja, het lijkt gewoon wel beleid om heel weinig in Zuid te doen en alles maar naar Noord te doen. Zo van, als we maar geen concurrerende dingen in Zuid neerzetten. Maar ik denk dat dat een hele verkeerde redenering is. Zelf ga ik bijvoorbeeld 's avonds echt niet de stad in. Moet mijn auto ergens ver weg neerzetten, in mijn eentje door de stad heen lopen. Heel onveilig. Geef mij maar een leuk kroegje, leuk terrasje hier in Zuid. Oké, nou we hopen het. Wij doen ons best. Het Gelders Archief heeft een nieuw gebouw en afgelopen vrijdag is het feestelijk geopend door prinses Margriet. Voor de officiële opening van het Gelders Archief. Ja, nu zijn we aan het over een heel officiële moment. Koninklijke Hoogheid, ik mag u vragen om de officiële openingshandeling te verrichten. En dat kunt u doen door zo meteen een druk op deze knop te geven. En dan gaat er iets gebeuren, dat zullen we dan wel ervaren. Mag ik u vragen om de openingshandeling te verrichten? Tenslotte ook een boekje aanbieden. We hebben heel veel gehoord over digitale ontwikkelingen. Dit boekje biedt de schatten van het Gelders Archief, het kleinoot van het Gelders Archief. En dan mag u het eerste exemplaar van handen. Alsjeblieft. Toch papier. Ik ben 1976 en net gehoord voor u. U staat eigenlijk een beetje hier gekomen, ja. Als je heel erg dyslectisch bent, ja, dat is het probleem. Sorry. Dat gebeurt allemaal. Dus dat rapport, vandaar dat is hier ook. Ik neem u mee naar mijn bedenking. Dat mag te wijven. Ja? Doedelzakken op het veld tijdens de rust en een metershoog spandoek. Vitesse PEC Zwolle staat in het teken van de Airborne. De 6 Airborne-veteranen worden met luid applaus van het publiek ontvangen. En verwelkomd door Vitesse-eigenaar Merab Jordania. Cool, it's beautiful. I'm really enjoying it. It's always great. I've been back for 3 years now. It's marvelous. Can't beat it. De veteranen misten de eerste helft vanwege de herdenking in Oosterbeek. In de tweede helft worden de verrichtingen van Vitesse nauwlettend gevolgd. Best team in Europe. I heard you were a Liverpool supporter. I am a Liverpool supporter, but this is my second team. Vitesse, dat in een speciaal shirt met de kleuren van het Airborne regiment speelt, wint uiteindelijk met 3-0 van koploper Zwolle. 3-0 winnen is fantastisch. Erg veel kansen gecreëerd. Ik vond het voetbal niet altijd even goed van onze kant. Maar uiteindelijk hebben we denk ik dik verdiend gewonnen. En dan ben je zeer blij en tevreden. En dan nog het weer. In het noorden en zuidoosten scheen vandaag de zon geregeld. En elders was er meer bewolking. Er was weinig wind en het werd 18 tot 21 graden. Vanavond en vannacht wordt het overal bewolkt en nevelig of mistig. Het koelt af tot rond de 11 graden. Na het oplossen van de mist schijnt de zon morgen het vaakst in het zuiden. Elders is het ochtendgrijs en de bewolking hardnekkiger. We wensen u nog een fijne avond en graag tot morgen.